Een citaat van Richard Jansen, vroeger van de Fatal Flowers, nu van Shine. If you wanna rock and roll, you better learn to say fuck you. Maar toen we hem vroegen of hij mocht kijken wat er in zijn platenkast stond, toen zei hij... Fantastisch, doen we. Zometeen in Music Scene. De platenkast van Richard Jansen, voor een enkeling misschien volslagen onbekende, maar voor de meesten een kopstuk uit een nederrock. Vroeger met Fatal Flowers en nu met Shine. Richard, je hebt zo te zien de overstap naar CD niet helemaal gemaakt. Nee, dat is ook weer financiële overweging was dat weer. Nee, de meeste die hier liggen heb ik eigenlijk allemaal gekregen. Ik denk dat ik er misschien één of twee gekocht heb. Dan pak die één of twee die je gekocht hebt. Dus, hè? Deze heb ik gekocht. Lenny Kravitz. Voel jij je verwant met Lenny Kravitz? Nou ja, tot op zekere hoogte. Ja. Welke hoogte? Ik vind een mooie hoes. Richard Hell en de Voidoids, een van de eerste punkplaten in Amerika. Ja. Dit raakt jou als een klap? Ja, want nou, sowieso, de hoes, dat was meteen, toen in die tijd kocht ik heel veel platen, best wel op hoezen, weet je wel. Ik keek gewoon in de winkel en je wist niet zo heel veel. Als je vrij jong was, toen hield die alles niet zo waanzinnig bij. Dus toen keek je gewoon, zag je dit staan. Wauw. En toen je het hoorde, toen ik hoorde zeker, want ik vond het echt al een stap verder dan punk eigenlijk al. Wat ze daarop doen, want die, de achterkant zat die gitarist, dan ziet er ook niet echt punk uit, duurt een skaal hoofd. Die Richard Quinn, hoe die speelt op die platen, dat is echt waanzinnig. Dat is nog steeds echt, vind ik nog heel actueel of zo. Daar kan je nog altijd naar luisteren. Het is hartstikke clean. Is het, hè? Ja. En Richard, jij bent wel een heel trouwkoper, hè? Dit is alleen maar Bowie. Wat heb je met die man? Ja, dat is ook wel een van de weinigen waar ik echt bijna alles van heb, ja, moet ik zeggen. Hoor. Voor de rest ben ik niet echt een verzamelaar. Ja, dat zeg je nou, maar ik zie je bijvoorbeeld de lading Lou Reed. Nou, dat is lang niet alles wat hij heeft gemaakt, hoor. Lang niet. En dan hier, wat denk je hier van de lading Stones? Nou, dat is ook lang niet alles. Hier, maar kijk, Exile on Main Street, zelfs dubbel. Ja, dat is inderdaad. Ja, die is inderdaad een keer op de verwarming gelegen. Dat is ik kon niet over Mars krijgen om die eerste weg te gooien, maar hij is niet meer te draaien. Dat is het. Het zijn ook wel platen inderdaad met mooie hoesen, dat zijn het. Ja, dat vind ik toch wel. Kijk. Nou, het zit er wel allemaal tussen, hè. John Travolta en de Bee Gees. Zo'n pak, dat wil ik wel nog wel eens hebben. Zo'n pak, ja, zo pak. Als iemand nog zo'n pak thuis heeft hangen. Wil ik die graag voor overnemen. Hier heeft hij me ook aan. Zo'n pak. Zo'n pak dus. Zo, ja. Dit is daar ook een heel gezellig stapeltje. Ja, dit is allemaal onzin, hè? Dit is allemaal onzin, ja, dat klopt. Dat vind ik hartstikke leuk om te kopen. 100 Soundfox jingles. Ja. En dat draai je ook dan? Ja, maar daar haal ik ook dingetjes vanaf. En zoals deze, die plaat die ik voor Spodio heb gedaan, komen heel veel van die dingetjes komen van deze twee platen af bijvoorbeeld. En hier, dit is bijvoorbeeld, kun je weer hele leuke samples van afhalen. Dit is een soort van... Er zit een oude BBC-type zitten dan van die kruiddozen te draaien. Dat kan weer wat heel erg leuker geluid. Oh ja, dit zijn platen die draaien we vaak. Kijk eens even. Die draaien we vaak in de kleedkamer, Phil. In de kleedkamer? Ja. Met Shine. Voor de gezelligheid. Het zijn altijd bijzonder gezellige platen, zei dit. Gezellige melodieën, gespeeld door gezellige mensen. Dat is vlotte dansmuziek aan blauw van de band. Nee. Dit is de laatste plaat die je hebt gekocht. Ja. Village People. Ik neem niet aan voor de volle... Wat moest je ervoor betalen? 5 gulden. Maar het was een dubbel op, hij was eigenlijk 2,50. En omdat het dan dubbel was, moest ik 5 gulden betalen voor het moeder. Nou, dat vind ik ook wel eerlijk. Ja, nou. Hey, ik krijg van onze platenbon. Wat ga je daarvoor doen? Plaat kopen, denk ik. Dat begrijp ik. Welke? Welke staat op je verlanglijst? Wees blij. Hoi, ik ga kopen. Ik weet het hij niet. Hij gaat kopen.